opleiding Management Assistent. En wij zijn nu live op Instagram om jullie het hele schoolgebouw te laten zien. Heel veel plezier. Komen jullie mee? Nou, we gaan door de draaideur naar binnen. Yes. Dit is de hoofdingang. Dit is dus wat je ziet als je binnenkomt. Dan gaan we met de trap eventjes naar boven toe. Ondertussen kunnen jullie ook vragen stellen over het gebouw als jullie willen. Doe dat zeker. Nou, dan gaan we de tweede trap omhoog. Goedenavond, ik ben Jurgen Gobé, directeur van het Alfa College in Hardenberg, hier in dit prachtige gebouw. Ik heet jullie van harte welkom en ik hoop dat er een fantastische voorlichting is vanavond, dat jullie alle vragen kunnen stellen en heel veel plezier gewenst. Geniet ervan, dankjewel. Dan gaan we nu naar het loopbaancentrum. Ik zit hier Lianne Klaassen en ik heb echt een vraag naar jou. Ja. Wat kunnen studenten hier bij het loopbaancentrum verwachten? Nou, zoals jullie net ook bij binnenkomen lopen, zo kunnen ook alle studenten dat die bij ons op school zitten. En wij zitten hier altijd met een aantal loopbaanadviseurs. En bij ons kun je eigenlijk met al je vragen terecht over twijfel over de opleiding, vervolgopleidingen, maar ook over financiële vragen. Dus heb je vragen over DUO, over boekengeld, dan kun je altijd bij ons binnenlopen. Oké, nou heel erg bedankt. Dan gaan we weer terug en dan gaan we verder. En dan neem ik het even weer over van Romee. En dan heb je hier bij de binnenkomst aan de rechterkant heb je de servicebalie. En daar zit Gerard. Goedenavond. Hi, goedenavond. En ik heb een vraag aan jou. Waarvoor kun je hier eigenlijk als terecht als student? Voor alles. Voor alles. En daar bedoel ik mee, wij kunnen de meeste vragen kunnen we hier beantwoorden. En als we dat niet kunnen, zorgen wij dat je bij de juiste persoon of afdeling komt. Helemaal super. Dus als je hier komt als nieuweling, dan kun je hier altijd terecht. Altijd. Super. Nou, dat is heel erg handig om te weten. Lopen we nu door naar de demo-burger. En die zit hier aan de linkerkant. Goeiedag. Hoi. Wat zijn jullie hier aan het doen? Daar ik heb een les wat aan de gang is. We hebben altijd een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte. Het theoriegedeelte hebben ze een visje aan het fileren. Sam, zou jij misschien even wat kunnen vertellen hoe wij hier onze lessen geven? Eerst heb je normaal altijd theorie. Dan heb je de eerste theorie, dan doe je de begin van de, hoe zeg je dat? Van de, producten, ja, van de producten, zeg maar. Dan krijg je heel veel informatie over de producten. En dan, daarna, als je theorie hebt gehad, ga je de keuken en doe je de praktijk, zeg maar. En dan kun je dus, zoals als je groente hebt, kun je makkelijk groente ruiken. En met de vis, dan zie je de vis. En ja, dat is het wel. Ja, we proberen inderdaad dat we de koks in plaats van dat we uit het boek leren, dat we mooi in de praktijk met de vis aan de gang kunnen gaan. Zo kunnen ze ook de productherkenning, zeg maar, ook op versheid, et cetera, bepalen. Hè, dat de vis mooie, frisse blik heeft in de ogen. Dat het ook ruikt, zeg maar, zoals het hoort. Ik denk dat dit een hele mooie manier is om onze koks bezig te houden. Met verse producten. Oké, nou, heel erg leuk. Ja. Gaan wij verder? Helemaal goed. Succes nog! Ja. Dan gaan we door. Hier zie je al een beetje van het Grand Café, maar we gaan hier nog eventjes naar binnen, naar de facilitair bij de drinken. Hoi! Hallo! Mag ik jullie even wat vragen stellen? Ja, zeker! Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe een dag als facilitair manager eruit ziet. Nou, hartstikke leuk dat je dat vraagt. Ja. De facilitaire opleiding. Tisa, jij kunt het best eens vertellen. Yes, hallo, mijn naam is Tisa. Deze dag stond voor mij in het teken van het organiseren van deze online overdag. Daar komen de onderdelen catering, bewegwijzering, gasten, eerschap en het organiseren van deze aankleding van het pand.
Voor facilitair is het natuurlijk een hele erge uitdaging om deze processen aan te passen aan de tijd, aan deze tijd. Dit is sinds hele lange tijd weer een evenement voor ons om te organiseren en dat vind ik natuurlijk heel erg leuk om te doen. Ja, en zij doet het natuurlijk als facilitair manager erg goed. En ze zit in het derde jaar en we hebben ook nog een tweedejaars. En die heeft vandaag de uitvoering voor dit prachtige evenement georganiseerd. Hi, mijn naam is Kirsten. Ik was vandaag facilitair coördinator. En ik heb alles ervoor gezorgd dat alles een beetje goed loopt vandaag. De belangrijkste dingen zijn dat het gezellig is in het gebouw en de aankleding. Dat het klimaat goed is, dat iedereen een kopje koffie en thee krijgt aangeboden. En dat alles netjes en schoon is. Ja, en dat is jou keurig gelukt. En natuurlijk heb jij het allemaal uitgevoerd, hè? Ja, dat was erg leuk om te doen. Ik wist van de theorie, wist ik al behoorlijk veel. Maar als je dan door deze prachtige school loopt, dan denk je, oh ja, dit kan toch nog anders. En dat is wat de opleiding eigenlijk zo leuk maakt. Ja, en dit zijn, ja, hier ben ik erg trots op. Dit zijn de studenten uit jaar 1, 2 en 3. Die hebben deze dag mogelijk gemaakt. Ik vind het top dat jullie kijken naar deze mooie opleiding. Dienstverlenende opleiding. Super breed en ik wens jullie veel plezier bij de andere opleidingen. Maar mocht je nog twijfelen, kom bij ons in de opleiding. Tot snel. Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor jullie informatie. Dan gaan we verder. Ik zie hier het Grand Café. Ja, je kan hier lunchen, je kan hier, als je student bent van de BBL, dan kan je zeg maar ook s'avonds een maaltijd nuttigen. En dan kan je allemaal van tevoren bespreken, dus dat kan. Nou, super, dankjewel. Ja. Hi. Hi. En wat is jouw functie hier in het Grand Café? Vandaag sta ik rustig in de bediening. Voor de opleiding Manage Ondernemen Horeca moeten wij de basis beheren, dus het bedienen zelf. Lijn kunnen geven over de bediening, uiteindelijk het manager zelf. Nou, superleuk. Een stukje door. Hoi allemaal. Hallo. Jullie zitten ook allemaal in de bediening of hebben jullie andere functies? Nou, we hebben een manager ondernemen vorig jaar in het derde jaar. Dat is de manager. Okay. En ik ben eerstejaars. Oké, maar leuk joh. Dus je kunt hier, terwijl je een opleiding doet, dus ook nog een praktijkgedeelte hier doen in de school. Nou, gaan we doorlopen naar de keuken. Want daar is Bert Goldman aan het koken met studenten. Beetje lawaai, maar dat hoort bij de keuken. Hoi. Hoi. Kan een van jullie mij misschien vertellen wat jullie aan het maken zijn? Wij zijn lamsrek aan het maken met honing en mosterdsaus. Lekker. Ja. Daardoor hebben we dus ook vaak dat we de kookwedstrijden vaak meedoen en een leuke resultaat behalen de laatste jaren. Nou, superleuk. Dus jullie koken echt over een hoger segment?
Ja, dat komt zeker op het hoger segment. Dat kun je straks in beneden zien, het restaurant. Daar zullen we gerecht veel worden daar stapsgewijs elk jaar met hoge pakken. Nou, superleuk. En hier zijn ze allemaal lekkere hapjes aan het maken. Ja, wat we hier doen is een walking dinner. Dus dat zijn allemaal kleine gerechtjes. Waarbij de mensen dus het lopend hapje kunnen opeten. Nou, superleuk. Heel erg bedankt. Dan gaan wij weer door. Yes. Nou, dan gaan wij dus verder. Dan gaan we de keuken weer uit. Ruikt die wel heel lekker. Ja, hè? Vind ik ook. Die zijn zo lekker aan het eten. Heerlijk. Dan gaan we deze gang in. Zijn dus bij maatschappelijke zorg. Yes. Dan gaan we hier dus naar binnen. En hier zijn ook een aantal studenten aan het werk. Hi. Hallo. Hi. Zijn geen studenten. Oh, studenten, docenten. De opleiding MZVZ. Nou ja, wij willen wel vertellen over onze opleiding. Dat is de MZ4-opleiding. Dus ja. Niet de MZVZ, maar de maatschappelijke zorg niveau 4-opleiding. Nou ja, jullie hebben net al bij onze open dag eigenlijk een beetje wat kunnen horen wat de opleiding inhoudt. En een onderdeel daarvan is creatief bezig zijn. Wij waren toevallig bezig met een soort van collage maken, dingen uit tijdschriften halen. Okay. Ja, wat vertellen we over onze opleiding? We hebben eigenlijk al wel veel verteld. Ja, ja, nou wat eigenlijk wel een beetje de onderscheidende factor is bij ons, is dat onze opleiding is niet heel erg theoretisch, maar we zijn wel heel erg bezig met wat maakt jou tot wie je bent. Zeker okay. Omdat ja. Je ook de begeleider moet zijn in je vak straks naar een ander toe. En als je dat dan niet van jezelf weet, hoe moet je daar dan achter komen bij een ander? Ja. Dus wij zijn wel heel erg van, als je een beetje houdt van diepere gesprekken, dan ben je echt bij ons aan het goede adres. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat vind ik ja. Zeker een mooie. Nou, en wat ons ook wel onderscheidend maakt, is dat wij heel veel samen willen doen met het werkveld en met jullie samen. Want we gaan ervan uit dat we samen het onderwijs maken. Het moet dienend zijn voor jullie. Ja. Oké. Okay. Nou, heel erg leuk dat jullie wat wouden vertellen. Het ziet er ook heel mooi uit allemaal. Ja, dankjewel. We zijn heel leuk bezig. Ja, dankjewel. Gaat vast mooi worden. Ja, nou, veel plezier. Ja, blijf in de flow. Ja. Super, dankjewel. Succes ja, nog. Joe. Snel naar boven, want we hebben namelijk nog heel veel te bekijken. Zijn er ondertussen al wat vragen die jullie aan ons hebben? Wij zijn namelijk ook studenten, dus als je een vraag hebt over de school, dan kunnen wij daar natuurlijk antwoord op geven. Dankjewel Ashley, het is inderdaad een hele mooie school. Hallo. Hallo. En daar staat de praktijklokaal. Hoi. Hoi. Hey, hallo. Hi, kinderen, dus dit natuurlijk wel even... Ja, dat ziet er mooi uit. Deze locatie als jouw werkplek. Nou, ja, dat kan als je bij de opleiding Travel and Hospitality gaat volgen. Dus dit is ons praktijklokaal. En met onder andere de balie, waar wij ook balietechnieken oefenen met de studenten. En twee derdejaars studenten die wat kunnen vertellen. Ja, of jullie stages of iets, maakt niks uit. Nou, ik loop stage op een camping en... We doen daar verschillende dingen. Je kan bijvoorbeeld op de receptie meedraaien, de horeca en de schoonmaken. En okay. Het is leuk omdat het afwisselend is. Ja, lijkt me ook. Ja, en waarom zou je nou kiezen voor toerisme? Nou, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Reizen is superleuk, je ontmoet heel veel mensen. De opleiding is supergezellig. En je kunt eigenlijk alle kanten hiermee op. Dus ik zou het gewoon doen als ik jou was. Klinkt goed, dankjewel. Super, dankjewel. Nou... Lopen we één etage naar boven. Yes. We gaan namelijk naar A2. Mm-hmm. Ja, het is ook echt een kwartier. Nou, het lijkt misschien echt een doolhof, dat snap ik. Had ik in het begin ook, maar je kent echt heel snel de weg, dus maak je niet druk. Dan kom je hier en dan is dit het examenlokaal. Hier maak je centrale examens. Dus het is een beetje een stressvolle plek. Ja, maar je vindt altijd wel heel veel rust hier. Dus je kan gewoon in alle rust je examen maken. Superleuk. En dan verder gaan we... Nog hier over de brug. Nou, hier zitten ook studenten. Hier kun je gewoon in de Hallo. De lessen door kun je even de
lekker zitten, even bijkomen van de les. Mm-hmm. Hey, hallo. Hi. Hi. Gezellig. Nou, welkom bij Pedagogisch Werk. Kom dankjewel. Ga verder, ga verder. Dankjewel. Yeah. Kijk, daar staan onze studenten al druk aan het werk. Hard te werken. Hoi. Hi. En wat maakt dit beroep nou zo leuk volgens jou? Ja, gewoon de omgang met de kinderen, lekker knuffelen, lekker spelen met mm-hmm. de kinderen. Ja, dat vooral, dat is het leukste. Dat snap ik. Ja. Superleuk. Nou, hier gebeurt superveel. Heel veel. En jij hebt ook de opleiding kinderopvang. Ja. Hoi, ik ben Nicole. Hoi. Ik ben de fruit aan het snijden. En dat doe je ook vaak tijdens je beroep? Ja, ja eigenlijk doe ik dat elke dag wel. Tijdens de kinderopvang, tijdens mijn stage. Ja. Oké. Okay. Nou, heel erg leuk, dankjewel. Super. Schakelen we even over naar de volgende opleiding. Yes. Kijk, en Daan is Daan al lekker aan de slag. Ja, ik kom eraan. Ja, ik mag rustig. Nou, welkom allemaal bij mijn aardrijkskundeles. Ik was net bezig met twee studenten aardrijkskunde bij te spijken. Hi. Om aardrijkskunde bij te spijken. En dit is onder andere wat ik doe op mijn stage. Oké, dus jij staat ook echt voor de klas? Ja, ja, ik sta zelf voor de klas. Ja, onder andere, hè. Niet alleen maar. Ik geef de kinderen specifieke begeleiding. Ja. Oké, nou heel erg leuk. Dankjewel dat je dat even wil laten zien. En dan hebben we hier nog iemand staan. Ja, ik ben Meerte en ik ben een thematafel aan het inrichten. Oké. Nou, het is eigenlijk een beetje, dit is dan een beetje voor de voorlezenweek. En nou ja, dit zijn dan knuffeltjes en dat zijn dan de hoofdpersonen in het boek. En dan doe je bijvoorbeeld interactief voorlezen aan de kinderen. Oké. Heel erg leuk, ziet er leuk uit. Superleuk. Nou, ja, super leuk. Nou, ja, dankjewel allemaal. Doei. Doeg. Doei. Nou, het is hier een groot feest, want er hangen slingers, vlaggen. Op de brug. Hallo. Hoi. En dan gaan we hier af. Hallo. Kan je mij wat vertellen over het lokaal? Misschien dat je hier allemaal verlossen krijgt. Hier krijgen ze praktijklessen. Dus hier leer je hoe je iemand moet verzorgen, hoe je een bed op moet maken. Maar hier kun je dus ook allerlei dingen gebruiken met infusen. Maar ik heb een liefstallige collega die kan het veel beter vertellen, want die geeft die praktijklessen ook, of de theorielessen daarover. Dus die kan het ook mooi vertellen. Ja, hier worden vooral ook de verplichtingsvaardigheden van de verzorgende kant aangeleerd. En eigenlijk worden hier alleen handelingen aangeleerd en de praktijklessen wat gaat over omgang met mensen, dat doen we in theorielokalen, gewoon met de docent of met de eigen klas. Nou, superleuk! Mm-hmm. Ziet er leuk uit. Ja. Ik denk dat je hier wel heel veel kan leren. Zeker. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Nou, super, dankjewel! Ja, dan gaan we naar verpleegkundig, een hele populaire opleiding. Hallo. Hallo. Hoi. Mogen wij jullie wat vragen stellen? Ja, ja zeker. Ja. Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, ik wilde net meneer de Vries gaan helpen met de ochtendzorg. Ik wilde even zijn gezicht gaan wassen, even de handen wassen. Oké. Dus dat wil ik nu even gaan doen. Als jullie mee willen kijken, zou het heel erg leuk zijn. Ja, zeker. Ja. Goedemorgen meneer de Vries. Had u een beetje goed geslapen? Ja, ik heb heel lekker geslapen. Ja, maar wel een beetje gezweet. Oh, nou, zal ik dan maar even u gaan op? Dat zou ik heel fijn vinden. Ja. Ga ik even beginnen met het gezicht? Ja, dat is goed. Ja? Ja. Komt een washandje aan. Wat is dit eigenlijk, mevrouw? Dat is een neus-maagzonde noemen we dat. Oh. Dan krijgt u voeding. Ja, dan krijg je eten door. Ja, dat is eten. Ja. Via een slangetje eigenlijk. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, want u had wat moeite met slikken, hè? Ja, ja. Ja, dat ging allemaal niet zo goed. En toen moest ik... toen moest ik dit slangetje. Ja. Heeft u last van het slangetje? Nee hoor, nee. Maar soms vergeet ik even waarom ik dat heb. Ja, hè? Ja. Nee. U mag het altijd nog een keer vragen. Ja, ook gelukkig. Nou, heel erg bedankt dat jullie dit wilden laten zien. Graag gedaan. Gaan jullie nog maar even verder en dan gaan wij ook verder. Ja, helemaal goed. Super, dankjewel. Dan gaan we hier weer uit. Ja. En dan zitten aan de overkant. Dienstverlening niveau 2. Ja. Hallo. Hi. Welkom. Mogen wij de studenten wat vragen? Ja. Kunnen jullie misschien wat vertellen over waar je allemaal stage kan lopen als je deze opleiding volgt? Je kan stage lopen bij een ouderencentrum en bij een kinderopvang. Okay. En je kan in een ziekenhuis ook nog stage lopen met deze opleiding. Dus allerlei verschillende dingetjes. Ja, ja. Okay. Klopt.
Nou, echt leuk dat jullie hier zo bezig zijn. Ja. En dankjewel dat jullie dat even wouden laten zien. Ja. Dankjewel. Doei. Dan gaan wij snel verder. En dan lopen we weer over een brug heen. Ja. En dan lopen we naar het blok D, ja. Midden administratieve opleidingen. Ja. Maar hier achterin zit ook de opleiding transport en logistiek. Yes. Kijk eens. Daar zijn we dan. Hallo. Hoi. Hallo. Hoi. Nou, ik weet eigenlijk zelf wel wat nou, transport is. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Maar ik vraag mij af, wat is nou logistiek? Ja, die twee die komen eigenlijk altijd wel in één adem worden die genoemd. Transport is echt het wegvervoer, dus je gaat echt op weg. Dus je gaat een product ga je van A naar B brengen. Maar logistiek is het hele proces er ook omheen. Dus goederen komen bij het bedrijf binnen, maar jij moet er ook voor zorgen dat, nou, dat er genoeg voorraad is. Dus het hele proces eromheen, dat het ook goed geregeld wordt, dat een bedrijf ook nou, genoeg voorraad in huis heeft en dat het ook op de juiste manier opgeslagen wordt. Dat is eigenlijk de hele logistieke proces. Dus dat is allemaal onderdeel van de logistiek. Oké. Leuk. En kijk, ik denk dan vrachtwagenchauffeur. Ik denk dan, nou, ik haal mijn rijbewijs en ik word vrachtwagenchauffeur. Maar waarom is het nou handig als ik deze opleiding er wel bij doe? Ja, waarom is dat nog? je had je vrachtwagen rijbewijs, die zou je ook zo kunnen halen. Maar bij ons op school leer je meer dan alleen je rijbewijs halen. Je C-rijbewijs, je E-rijbewijs, dus je kan de aanhanger of oplegger kan je rijbewijs kan je bij ons halen. Zit bij de opleiding in. Je leert van alles over het laden en lossen van de vrachtauto. Dat zit bij de opleiding in. Je leert hoe je de spullen vast moet zetten in een vrachtauto. Bij ons op school ga je van alles over de techniek van de vrachtauto zelf. Dus rij je ergens in een vrachtauto en dan gaat een lampje branden op het dashboard. Dan, als je bij ons opleiding afgerond hebt, dan weet je wat er aan de hand is. Okay. En hoe je dan moet acteren. Dus ja, je leert veel meer als alleen rijden op een vrachtauto. Zodat je een completere chauffeur bent. Super handig. Okay. Ja, heel erg handig. Ja. Nou, dankjewel. Heel erg bedankt. Yo, doeg. Leuk dat jullie waren. Dankjewel. En dan lopen we hier eigenlijk een mooiste gedeelte, vind ik zelf, ja. In de administratieve opleidingen. Dit is namelijk het aquarium. Het is gewoon een lokaal vol met computers, helemaal rondom het ramen. En tegenover dit mooie lokaal zit nog een mooi lokaal. Namelijk hier zitten Jan Willem en Rick Kaas van de financiële opleidingen. Hey, hallo. Hallo. Dag dames. Zou je wel vertellen wat je nu aan het doen bent? Nou, we zijn bezig met een bijles, geef van een bijles. Rick zit hier tegenover mij. En dat is eigenlijk wat we veel doen hier in de opleiding. We geven 's ochtends heel veel klassikale lessen. En 's middags hebben we daardoor ook veel meer tijd voor individuele lessen. Zitten we in kleine groepjes bij elkaar. En tijd voor een tweede instructie. Ja, dat is wat we nu aan het doen zijn. Superleuk. En Rick, wat vind jij hier van de sfeer op school? Ja, het is een hele leuke sfeer. Je kent elkaar. We zijn persoonlijke contacten met elkaar. Dus de sfeer is goed. Nou, mooi. Superleuk. Ik denk dat heel veel mensen dat wel belangrijk vinden. Ik denk om even mee te mogen haken, waar we heel goed in zijn, is dat we dat je hier geen nummer bent. Maar dat je gewoon echt, je bent een leerling, we zijn als docenten, we zitten hier dichtbij. Het vindt allemaal plaats hier op de vleugel, het is kleinschalig. We kennen elkaar goed, ik denk dat heel belangrijk is. Er worden regelmatig coachgesprekken gevoerd, je wordt ook gekoppeld aan een coach. En mocht je ergens tegenaan lopen of je mag misschien wat last hebben van dyslexie of andere dingen, dan is hulp gewoon heel dichtbij. Dus we kunnen heel snel schakelen. Ja. Oké. Okay. Nou, fijn om te horen. Dankjewel. Nou, dan gaan wij weer door. Heel erg bedankt. Dankjewel. Hoi. Doei. En wij lopen dan ICT door. ICT-opleidingen. Lopen we door de gang. Yes. En dan zit aan de linkerkant de opleiding van ICT. Even kijken wat ze daar aan het doen zijn. Ik denk het ook. Kijk eens. Binnen zitten heel veel mensen. Mogen wij jullie wat vragen? Tuurlijk. Aan de student is misschien een goed idee. Wat maakt de opleiding voor jou nou leuk? Nou, voor mij maakt het vooral leuk dat ik doe echt iets wat ik leuk vind. En puur om het feit dat ik ook hier kwam. En er wordt me echt serieus goed geleerd hoe ik het doe. Dus eigenlijk daarom heel simpel gezegd. Oké. Okay. Nou, en waar zijn jullie nu allemaal een beetje mee bezig? Ongeveer?
is het twee dingetjes. Ik ga volgen. Oh, je kijkt gezellig mee. Superleuk. Het lokaal een beetje eruit. Nou, superleuk. Dankjewel dat wij even mochten kijken. Dankjewel. Doei. Doei. Gaan we hier er weer uit? Als jullie wat vragen hebben, kun je hem gewoon stellen. En dan gaan wij hem eventjes beantwoorden. Nou, en dan zijn we hier in Otta. Bij het begin. En hier op de rode bankjes kun je in de pauze zitten. Hier heb je ook wel eens een soort van presentaties. En ik heb een vraag voor jou. Ja. Hoe zit het met BPV-gesprekken? Of met gesprek? Tijd een gesprek met jou. Dan moet je een formulier invullen, in ieder geval bij onze opleiding. En die ga je dan allemaal met je coach bij langs. Als het dus wat minder met je gaat, je hebt vragen, je kan sowieso altijd bij je coach terecht. Niet alleen bij een coachgesprek. Je mag gewoon de coach even apart halen en gewoon vragen of zeggen wat je wil eigenlijk. We zijn nu bij de retail and business. En hier gaan we ook eventjes kijken. Hallo. 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 Mogen wij jullie wat vragen? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Top. Wat zijn jullie eigenlijk hier een beetje aan het doen met deze opleiding? Wat kun je er eigenlijk allemaal mee? Een beetje breed misschien? Ja. Iets over het etaleren vertellen? Zal ik eerst even wat over onze opleiding vertellen? Ja. Nou, als het goed is, hebben een aantal van jullie zonder net de voorlichting ook al meegekregen. Jullie zijn hier bij de opleiding Retail in Business. Klinkt heel moeilijk, is detailhandel. Hier leer je dus om te werken in een winkel. Je leert verkopen, maar je kan ook leren om leiding te geven. En natuurlijk om prachtige etalages als dit te maken. Ja, dat leer je onder andere ook. Want we zijn hier natuurlijk in het etaleerlokaal, natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in een winkel. Want een etalage is natuurlijk het visitekaartje van een winkel. En als je door een winkelstraat gaat lopen, zie je natuurlijk als eerste de etalage. Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat het opvalt en dat natuurlijk klanten naar jouw winkel toe komen. Ook als stopkracht noemen we dat. Dus ja, heel belangrijk onderdeel natuurlijk om te leren binnen de opleiding. Ja. Ja. Nou, dit ziet er in ieder geval heel leuk uit. En dankjewel dat jullie dit even wilden laten zien. Ja, helemaal goed. Succes. We gaan verder. Dankjewel. Dankjewel. Nou. Terug. En dan moeten Romee en ik een klein beetje rennen, want over een minuut beginnen al webinars weer. Moeten we eigenlijk stoppen, maar we hebben nog een paar dingen te laten zien. Dus, maar wel heel erg leuk, Ashley, dat je op school komt morgen. Als ik dat goed lees. Ja, ze komt morgen voor een gesprek. Kun je het ook in het echt zien. Superleuk. Dus dan, nu zie je het natuurlijk op beeld, maar morgen kan je het echt in het echt zien. Hoi! Nou, dan loop je hier. Dan zijn we deze. En dan gaan we hier naar de studentenkantine. Romee, alles. Drinken, allemaal lekkere broodjes. Dus ik haal hier best wel vaak wat. Ja, heerlijk. En wil je gezond? Ja, alles erop. Nou, we hebben net een bestelling te pakken. Lekker een broodje. Lekker broodje. Heerlijk. 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 Ziet er goed uit. Ja, heel lekker. Heel lekker biertjes, een kokenbol. Je hebt een soepje gehaald. Lekker soepje. Lekker. Het is dus een gezonde schoolkantine, dus lekker een mandarijntje. Gewoon lekker vanilletje. Oh, okay. Je hebt daar ook nog allemaal flesjes drinken, je hebt eigenlijk echt van alles. Als je eten bent vergeten, dan kom je hier terecht, kun je hier terecht. Super lekker! Nou, lopen we nog even door de kantine. Hier kun je dus lekker zitten. Ik heb echt een plant op. Maar goed. Ja, de sfeer is heel fijn. Je kan hier ook gewoon lekker werken als je wil. Lekker je broodje opeten 's middags. Hier is ook iemand lekker aan het werk met een broodje. Hallo. Hoi. Nou, ik krijg een vraag van Marit Groen. En die vraagt, hoe lang is het ongeveer lopen naar vanaf station? Nou, dat is eigenlijk echt maar 5 tot 10 minuutjes. En daar ben ik persoonlijk wel heel blij mee. Het is echt gewoon 1 straat en dan ben je er al. Heel erg fijn. Hier heb je nog een keuken. Ik kan hem wel een beetje laten zien. Hallo. Hallo. Schermen weer. Welkom. Hallo. In de keuken van ons sterrenrestaurant. Ja. Zoals je ziet. Ziet er goed uit.
zijn de kokkers die zijn bezig uit. Met een aantal gerechten aan het afmaken van onze gasten in ons restaurant. Echt teamwork. Echt ja. Teamwork hier, ja. Oh, dat ziet er ook wel heel gaaf uit. En wat doe je nu precies? Ik ben de rook onder de koepel aan het doen. Als je hem eraf haalt dat je rook hebt op tafel, ziet er wat leuker uit. Dat is weer voorwaar. Ja, ziet er wel heel leuk uit. Het komt er al in. Ziet er super gaaf uit. Oh, hier nog dessert. Ja, mag je dan even wat minter op doen? Ja. En hier maken ze dus het eten voor het sterrenrestaurant? Ja, ja, wij zijn elke dinsdagavond hebben we restaurantavond. Dat een groep studenten gaat serveren. Nou, nu zijn de eerste jaar koks, hebben vanavond restaurantavond. Ja, zoals je ziet, ze hebben heel veel praktijk en alles wat ze geleerd hebben in de theorie en ook tijdens de kooklessen kunnen ze straks in de eerste 10 weken van het nieuwe schooljaar gaan ze hier voor gasten koken. Dus, superleuk. Ja. En wat vind jij het leukste aan de koksopleiding? Nou, de variatie. Dat je alles maakt. Het is de ene keer het vis, de andere keer het vlees, dan groenten. Het opmaken, alles is wel leuk. Nou, superleuk. Klinkt heel leuk. Ja. Ik zou me bijna willen aanmelden. Kijk, ik ga overstappen. Nou, dankjewel. Dan zijn we hier bij het laatste onderdeel. Ga even naar binnen. We zijn in het sterrenrestaurant. Wacht, ik kom. Super. Het ziet er heel gezellig uit hier. Wie zijn hier allemaal eten? Oh. En wat zijn jullie hier aan het doen? Ik ben aan het flamberen. Super leuk. En dat heb je geleerd op school of kon je dat al? Ja, dat heb ik hier geleerd op school. Super gaaf. Ziet er heel vet uit. Mm-hmm. En zo ziet dus een restaurantavond eruit. Of ja, een restaurantavond. Nou, super leuk. Heel erg bedankt en eet smakelijk. Nou, en dan zijn we eigenlijk al, hebben we alle leuke plekken al laten zien. Ja. Natuurlijk hebben we veel meer lokalen, maar... Iemand leuke. Die heeft nog een vraag. Nou. En omdat we al best wel laat zijn, is het misschien een goede afsluiter. Ze vraagt namelijk wat wij vinden van deze school. Nou, ik vind zelf, wij zitten nu allebei in ons derde leerjaar, dus wij kunnen er eigenlijk wel heel slim antwoorden. We lopen hier natuurlijk al 3 jaar. Ja. Ik vind het zelf heel fijn, omdat de school is echt in blokjes opgedeeld. Dus je weet gewoon echt precies waar in welk blok je moet zijn. En het is gewoon heel erg gezellig. De sfeer is hier gewoon heel erg goed. Omdat het een, best wel een kleine school is. Het is heel kleinschalig. Ken je elkaar dus sneller. Maar dat is gewoon heel gemoedelijk. Ja. Oké, okay, nou dan gaan wij hem afsluiten. Ja. Dus dan gaan wij hem afsluiten. Dat is een beetje gek zo. Ja. Maar nou, we willen jullie heel erg bedanken dat jullie allemaal hebben gekeken. We gaan om 7:30 nog een keertje live. Dus over een half uurtje ongeveer. Nou, super bedankt. En hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar op het Alfa College. Doei doei! Doei doei! Doei.